van de jubileumtentoonstelling 1984. Als een van de ruim 800 deelnemende runderen met haar stalgenoten op weg gaat naar Utrecht. Al waren duizenden belangstellenden kennis nemen van de stand van zaken binnen de NRS-fokkerij. Ze. Zwartbont, roodbont en blaarkop. En geen van allen kunnen ze een grondige laatste wasbeurt ontlopen. Alle moderne huisvestingssystemen ten spijt. Koeien, dik in het stro. Het blijft een magnifiek gezicht. En ja, schone sokken, ook nooit weg. Een laatste hand wordt aan het toilet gelegd. En daarbij is het uier natuurlijk zeer belangrijk. Als alles is verzorgd, dan kunnen kansen worden gewikt en gewogen. En beginnen de dromen over 1A, 1B prijzen of wellicht een kampioen. Maar niet iedereen slaapt. Voor sommigen werden het echte lange Brabantse nachten. De individuele keuringen nemen een aanvang. Hier ziet u een fragment van de zwartbonte jeugd. MRI-koeien. In hun rustige ritme. Een heel ander temperament. Reina, de bekende Alfonsdochter van Salentijn. Gerda 53 van Jan de Jong, een uniek uit een wil. Rina 42. De edele trippeltred van Freek Spitholen, vervelend getipt als kampioen. Jannie 98 en Boldy 3, topfiguren bij de blaarkopje. 1A en 1B, een Manus en een Gerko, beide uit Markelo. En daarachter een Brandley Citation Top.
Prinsesdochters, 1A en 1B. Gevolgd door een Tordochter. Ida 38, de rode triplet van Anton Breit. Bekend bij Zwart en Roodbond. De beste tops van Lozeman uit Putten. Cor Ruiter uit Burgerbrug houdt niet alleen thuis, maar ook in Utrecht alles nauwlettend in de gaten. 1A en opgelegd kampioen bij de middengroep, Huytinga Sjeik 8. Een fraaie presentatie van een Gelderse kampioen uit een Friese moeder en een Duitse grootmoeder. Imponerende dochters van bekende vaders. Mina Smas, Pita 60 Arthur, twee keer Caroline Schustaaf, Berend en Julius. De heer en mevrouw Leenheer, geïnteresseerd, terugblikkend en vooruitziend. De kruiwagen. Een onmisbare schakel in het geheel. Het draaiorgel de Lange Gavioli zorgt ervoor dat stukje oerhondse sfeer. Twee wildochters bij de Emma's van Jaap Ruiten. Kende Bill, Aafke W23 van de Wetering. De reservekampioenen van de senioren, de Arno-dochter Connie 1 van El Vogels, Beek en Donk. En Mina 2, het kampioensduo bij de oudere blaarkoppen. Rubriek 24 werd aangevoerd door drie beelddochters, respectievelijk van de Emmahof, de Vormthoeven en de Heihoeven. Eerste prijswinnares van Zuiver Nederlands Bloed, Jannie 122 van A.N. Kaan Wieringerwaard. Een oude bekende van drie en restentoonstellingen, Pietje 153 van de Woudhoeve, een 100 ton koe uit een 100 ton koe. Ze vonden regelmatig plaats, deze juryconferenties. Jaantje 15 en Alexander van A. Ketelaars Dinter ging voorop bij een imponerende groep oudere emmerijkoeien.
Coba 30. De bekende manusdochter van Beltman Zwolle. Terechte belangstelling genoten de productiecijfers van het tentoongestelde Nederlandse vee. Het rendabele vee. Belangstelling voor de standhouders, maar ook voor de door DPN en UTV gepresenteerde paardenshow. Imponerend, de tuigpaardhengst proloog. En zijn zoon Zaterno in het tuig. Door de heer Otten met zijn hekjes. En veel waardering voor IJsbrand Chardon, welke zelf zichtbaar van zijn paarden genoot. Weten hoe het hoort. Zij brengen hun gasten, in dit geval uw voorzitter, weer keurig op de plaats terug. En de beste koe die de voorzitter had meegebracht. Barbara, een trippelpet met blaakkopallures. Derde optal bij de jeugd. Opzij, opzij, opzij. Ik heb zo'n ongelofelijke haast. De kampioenselectie bij de blaarkoppen. Met name bij de jeugd was sprake van verrassend goede uiers. Suzanne, een fraaie sjeik van Doornbos over Schild. Gerrit Lozeman met zijn opvallende topsdochter Evertje 147 en het voorbeelduier van de middenkampioenen. Waarover spraken zij? Wellicht over deze filmimpressie. En deze twee wachten hun tijd rustig af. Ingenieur Stapel. Zijn stem werd 2 dagen gehoord en wel op zeer eigen wijze verwoordde hij deskundig de diverse programma-onderdelen. Voorzitter Los verrichtte diverse ceremonieën protocolair en met genoegen.
Een vertrouwde handeling thuis kan ook in Utrecht niet achterblijven. Mevrouw Gielen, een van die talloze boerinnen die op de achtergrond steun en toeverlaat zijn in het bedrijf, nu op de voorgrond. Maar ook de heren hebben verstand van een verzorgd toilet. Collegiale gelukwensen voor familie de Jong van Ben Kaan en Albert Prins. De groep van Leun Kroekevis uit Markelo, die 1B werd, achter Menkveld, Welsum. Gevolgd door de collecties van respectievelijk Schievensteenderen, Lievenstroo-Voorst, Van Genuchten, Sint Oederode. De groep van Weijers Voorst, met meest Gonda's. En daarachter familie Hofmeijer, Heino, met onder andere Hetty 79. De heren Stapel en De Boer, belangrijke steunpilaren in de organisatie. De groep van Duurt Dijkstra, Lelystad. Maatschap van Vliet, Nieuwlanden. De Emma's van Jaap Ruiter, met in hun midden Beatrix 40. Hier Alfons met zijn viertal natuurlijk verwekte dochters. Fraaie jonge koeien, waarvan enkele hoge klasseringen bereikten. Arkansas, de Apachezoon uit Drenthe. Sunny Lodge Maximus, de gehalteverwerver van Winsum.
fotografen op scherp voor de actualiteit. Tele uit West-Brabant. Rocket met zijn blaarkopdochter. Vakkundig gecoacht door Wim Eikelenboom. Boldy 3 van Bosma, aanvoerster van de winnende groep van Triple Threat. De oudere dochters van de preferente Bill. Evenredige, gave, blijvend jeugdige koeien. De zwartbonte dochters van Triple Threat. Gelijnde, best geuierde jonge koeien van gepaste ontwikkeling. Zwartbonte dochters van Rocket, grossier in kampioenstitels, harde, solid geuierde jonge koeien. De oudere dochters van Scheik, met voorop de kampioenen van de middengroep, gevolgd door Getnerien, Kitty 14 en Juliantje 145. De stamvader van dit moment in de MRI-fokkerij, Minas Mars, mede ondersteund door het goede NRS-debuut van de collecties van zijn zonen Karel 6 en Alfa 4. Opgeluisterd werd het gebeuren door de aanwezigheid van mevrouw Vos, burgemeester van Utrecht en lid van het erecomité. De heren Landman en Van Waai, met op de achtergrond mevrouw Groneman. De fraai gepresenteerde collectie van Thijs Moren, Hoogmade. Nadrukkelijk voorop de vier Rockets van Wim Eikelenboom. Gevolgd door Keur, Charles Weer, van Inge Woerden, en Henk Los met zijn jeugdige groep. De beste collectie van Blankenborg, Diepenheim, voornamelijk Carolien koeien, nabije familieleden van Carolien Schustaaf, gefokt op dit bedrijf en preferent eerste klas. Daarachter Goossens uit Beers, een stal met een rijke NRS-historie. Voorop de tordochter Lisa 125.
Van Doren, Lage Mierde, met zijn pita's. Wat een typische emmerijkoeien. Rotink, Beltrum. Oude Lansing, Harbrinkhoek. Uniformiteit en klasse. De kwaliteit in de groep van Berend Schrijver werd in niet geringe mate ondersteund door Roosje 164, de jeugdkampioen. Aan een trotse Berend Schrijver overhandigt de burgemeester van Utrecht de door Hare Majesteit de Koningin beschikbaar gestelde medaille voor zijn 1A bedrijfscollectie. Gielen, Wansum, de keurig getoiletteerde groep uit het bronsgroen eikenhout. Gebroeders Schut, Steenderen. Ingenieur Janmaat kan de door het ministerie van Landbouw beschikbaar gestelde medaille uitreiken aan Wijnand Pon voor zijn bedrijfscollectie. Daar gaat Hilly, de seniorkampioene, de vlekkeloos geuierde vlekpoot. Oosterink, Velp, met zijn twee kampioensdieren in de collectie. Sjeik 8 wordt hier gevolgd door Overwer Lena, senior reservekampioen. Salentijn, Nijkerk, zeer geslaagde combinatie van productie en exterieur op hoog niveau. Jan de Jong Nieuwegein, met voorop de bekende vistaschiefdochter Janke 132. Ben Kaan, Wieringer Waard.
De reservekampioenen van de Vazen voerden de groep aan van Gert Fink, Autoland. Heer Blokland, peinzend over melk? Cor Ruiter, Burgerbrug. Gevolgd door de eveneens jeugdige groep van Wilterdink, Wold. Staal de Wetering uit De Wijk, een sterke 1A-collectie uit Drenthe. Jos Ruiter van de Woudhoeve, met hoofdzakelijk leden van zijn Pietje-familie. Wachter boven Smilde, een eervolle plaats tussen drie ruiterstallen. Ida 42 was aanvoerster bij de gedegen kopcollectie van Anton Ruiter. Henk Blikman, Ruurlo. Samenspel van enthousiasme en vakmanschap. Met de heer Blokland, voorzitter van de commissie Melkveehouderij van het Landbouwschap, bekijken vele prominente gasten de stand van zaken binnen de NRS-fokkerij. Ruimte en melktype waren kenmerkend voor de winnende groep van Mulder Zuurdijk. Jeugd en soliditeit in de groep van Egbert Canes, C. Wolde. Gevolgd door Eef en Herman Vernooy, het Gooi, Schalkwijk. Dochter Willy 37 leidt de 1A-collectie van de Heihoeve, Giessenburg. Op 1C, de firma Heemskerk, Herwijnen. Jongvee van de VB de Kromme Rijnstreek begeleiden de paardenshow van Stalschep onder het motto
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Tuigpaarden in allerlei aanspanningen, waaronder de zwarten Mon Favori en Positief. De rij- en tuigpaardhengsten onder het zadel. En kampioen van Nederland Sebastiaan waren onderdelen van een wervelende show. Algemeen directeur Talstra bleefde een première door naast en achter een meervoudig kampioen van Nederland te zitten. Blaarkoopdochters van Trippeltred. Jetjes Arthur, de Brabantse keurstier. Gevolgd door de uierverwerver, de preferente Julius. Vistaschief, de te vroeg gestorven fokstier. Nog een opvallende uierverwerver. De landelijk ingezette Tonima Top Gas. Oudere dochters van Scheik. Hoog niveau qua exterieur en gehaltes. Kantor, ofwel Sleepy Hollow Pony Papoose, de Gelders-Duitse fokstier. Glenafton Manowar, met zijn sympathieke, ruime melkkoeien. Bill. 10 jaar geleden maakte hij waardevolle openingen. Hierbij sluit hij het imponerende défilé af. De een aantal jaren geleden ingeslagen nieuwe koers in de rundveefokkerij heeft geleid tot indrukwekkende resultaten. Het hoge kwaliteitsniveau van deze tentoonstelling biedt goede perspectieven voor de toekomst. Daarvoor staat ook garant het fokkerstalent verenigd in het Koninklijk Nederlands Rundveesyndicaat.